Vandaag gaan wij op zoek naar de meest geheime plekken in Brookhaven. En ja, dit wordt niet echt een bepaalde normale video, want we gaan elke nieuwe plek die geheim is onderzoeken, oké? Zoals jullie kunnen zien is iemand hier met een groot hoofd. Wat doet hij hier? Wat doe jij hier? Maar nee. Nou, dit lijkt op een normale dag in Brookhaven, maar zoals je kan zien... Ik draag een blauwe met zwarte trui. Nou, dit is niet normaal, want op een normale dag draag je dit niet. Natuurlijk is er een kerstboom in de spawn. En weet je wat dit betekent? Het is kerst, oké? Het is kerst. En vandaag gaan wij op zoek naar een van de meest geheime plekken in Brookhaven. Dus laten we eens naar de eerste plek gaan, oké? En voor deze eerste plek gaan wij niet naar de school, want de school is volgens mij dicht op dit moment. Nou, er is een auto hier, maar oh nee, is hij open? Ja, volgens mij is hij open, maar eerst gaan wij naar deze plek. En er is 100% kans dat jij dit niet wist. Misschien 1% kans dat jij dit wel wist. Maar, oh, daar is nog een kerstboom. Kijk dat, oké. Okay. Dat wist ik niet eens. What the heck? Oké, dus vandaag gaan wij naar het ziekenhuis. Nou, we gaan niet in de vooringang. Nou, je dacht dat we in de vooringang gaan, toch? Maar dat gaat niet. Maar als jij deze video liked in de volgende 5 seconden, krijg jij een gratis snoepje, oké? Geloof je me niet? Probeer het. 5, 4, 3, 2, 1. Heb je dat geliked? Ik weet het niet hoor, maar misschien niet. Nou, is het jullie ooit opgevallen dat in Brookhaven, de ziekenhuis, deze rare pauwtjes heeft? Deze rare pauwtjes zijn altijd hier, maar waarom zijn ze hier en wat doen ze? Oké, dus als jullie op deze pauwtjes springen, en nog een keer, kunnen jullie zien dat hier een ingang is? Ja, hier is de enige ingang in het ziekenhuis en dit is niet normaal. Zoals je kan zien, kun je er doorheen lopen. Een O! Kijk deze plek! Wat staat hier? Experiment. Wat is dit? Een experiment. Wat is dat? Wat is dat? Is dat glas? Waarom is daar glas? Kan ik hierop zitten? Oh, ik kan hierop zitten. Wat is daar gebeurd? Waarom is daar allemaal... Oh, wat is dat? Er is niet eens... Wacht. Ik weet niet wat dat is. Misschien wat slijm. Ik weet niet wat dat is. Zombiebloed of zo. Ik heb geen flauw idee. Oh, wat zijn deze plekken? Het is allemaal... Oh, wat is dit? Kan ik dit oppakken? Oh, we hebben een naald opgepakt. Wat is dit? Oké, ik heb hier nog nooit... Wat is... Zit iemand hier? Hallo? Hallo, is iemand hierin? Hallo? Oké. Oh, een pistool. Wat is dit? Dit moest wel een verlaten politiebureau zijn of zo. Wat gebeurt hier? Verlaten ziekenhuizen. Hier moeten wel speciale forces in zijn of zo. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, ik weet niet of jullie dit wisten, maar dit is echt, echt super creepy. Dus ik wil hier uitkomen, oké? Haal me Oh, er zit iemand hierin! Er zit iemand hierin! Oké, ik ben weg hier. Ik ben weg. Niet dieps. Oké, ik ben weg hier. Ik ben weg. Dit is veel te creepy. Ik klim gewoon op het dak, hoor. Ja, dat werkt ook gewoon zomaar. Oké. Nou, ik ga daar nooit meer heen, denk ik, hoor. Dat was wel raar. En we hebben deze rare naad over gehad. Kan ik dit gebruiken? Ik ga dit niet eens proberen te gebruiken. Voor de volgende geheim in Brookhaven, ga je naar deze locatie. En deze locatie is hier, oké? Naast de kerstboom in de spawn. Oké? Volg mij en kijk wat ik doe. Want we gaan naar deze locatie. En deze locatie is ook heel erg raar. Want niet iedereen weet over deze locatie. En waarschijnlijk wist jij hier niet over, oké? Dus volg waar ik heen ga. En deze locatie is ook super, super raar. Dus ergens in deze zwembad hoort een geheime locatie te zijn naar nog een locatie. Dus we gaan dit even uittesten, oké? Als jij in de zwembad springt, dan kun je zwemmen, oké? Zoals je kan zien, je kan zwemmen. Maar er is hier een geheime locatie waar je in kan, oké? Dus ik ga even testen waar dit kan zijn. Dus je kan ergens hier in een muur gaan, maar ik weet niet waar dit is. Misschien is dit hier. Je kan ergens hier. Misschien was dit niet echt, maar ik weet niet zeker of dit echt was. Is het hier? Oh, waar zijn wij? Wow. We zijn beland in een... Kijk, er is niet eens een doorgang hier. En ik ben zojuist in een tunnel beland. Oké, ik weet niet wat in deze tunnel is, maar laten we naar voren lopen. Ik weet niet wat hierin zit. Ik ben best wel bang, dus ik weet niet wat... Oh, wat is dit? Wow. Wat is dit? Gaan we hierheen?
Wow, er is nog een geheime buis hier. Maar daar is ook nog iets. Dus ik weet niet waar we heen moeten gaan. Oké, ik ga gewoon hierheen, want ik weet niet wat daar is. Dus ik ga gewoon hierheen. Oeh, wat is dit? Dit is best wel creepy, hoor. Wow. Een kamer. Wat is dit nou? Waarom schijnen de lichten? Deze plek lijkt niet eens. Waar komt de stroom vandaan? Dit is toch raar? Een paar dozen hier, oké. Kunnen we hier iets doen? Nee. Oké, laten we hierheen gaan. Ik weet niet wat hier is, maar ik ben best wel bang, hoor. Ik weet niet wat het is. Oké, we zijn hier. Oh, wow. Een deur die open gaat. Wow. Oké. Wow. Wat was dat? Oké, we kunnen er gewoon langs, maar en waar zijn wij nu? We zijn in een steeg hier beland. Waar zijn wij? En hier is een deur. Oh, we zijn in de... Wacht, we zijn in de... Oh, we zijn beland waar ze de pakketjes bezorgen. Of pakketjes brengen. Wacht, wat? Wat was dit? Dit was echt raar. Wacht, we zijn van de zwembad in de tunnel. Maar ik ben benieuwd wat er is aan de andere kant van de tunnel. Want we zagen een andere ingang. En waar ging dat heen? We gaan even nakijken. Want ik weet niet wat dat was. Maar laten we even nakijken waar dat was, oké? Laten we hierheen gaan. Nog een keer, oké. Ik weet dat het hier was. Kom op. Ik weet dat het hier was. En oké, we zijn hier. Nou, er is nog een locatie waar we niet zijn geweest. En dat is hier, oké? Dus we gaan even kijken wat hier is. Ik hoop niet dat ik word gejumpscared of zo. Oh, wat is dat? Is dat een vent? Oké, gaan we nou... Wacht, kunnen we weer langs? Oh, en we zijn in de bank beland. Waar zijn wij? Kunnen we de bank beroven? Wacht. Hoe zijn we hier gekomen? Wacht. We zijn opgesloten. Wow. We kunnen hier eens normaal in, maar... Wow, er is een geheime ingang tot de bank. Nou, dit is interessant. Wow. Als jullie een gratis Game Pass willen, hier kun jij nu commenten, liken en abonneren. En dan kun jij de winnaar zijn van de volgende Game Pass. Voor de volgende geheim gaan wij terug. We moeten teruggaan in de tunnel. En door deze tunnel gaan wij naar een andere locatie. Dus we gaan over hier. En wacht, waar is de andere ingang? Oh, hier. Oh, het is een deur. Kijk, deze deur kan je niet zien, maar je moet gewoon hier doorheen gaan. Terwijl je dat niet eens kan zien. Dat is super raar, maar we gaan hier naartoe. We gaan weer terug naar de zwembad. Want voor de volgende locatie, deze is ook super raar. Voor deze gaan wij deze kant op. Oké? We gaan deze kant op waar de motels zijn. Nou, voor deze locatie, je moet voorbereid zijn, oké? Als jij niet hiervoor voorbereid bent, ga jij het niet halen. Dus, we gaan naar de motels. Zoals je kan zien, we zijn bij de balie. En als je kan zien, de motel manager deur staat open. En als jullie dus kunnen zien wat op de monitor staat, je kunt zien wat de manager aan het doen was. Nou, ik weet niet wat het is per se. Is het nou een security camera of zo? Ik heb geen idee wat dit is, maar dit is super raar. Laten we in de deur gaan. En zoals je kan zien, heeft hij 3 pakketjes hier. Nou, deze pakketjes gaan wij zo meteen terugzien in een andere locatie. Dus gaan wij over hier. Oké, zo meteen gaan we de grootste geheim van Brook hebben ontrafelen. Oké, dit gaat de grootste geheim zijn, oké? We gaan over hier. En zoals jullie kunnen zien...